Er is gisteren weer een vat met een lijk ontdekt in de rivier. Het ontzielde lichaam van een manspersoon van wie de gegevens nog onbekend zijn is nabij Leguana Park aan de Suriname rivier gevonden. Het vat was voorzien van twee sloten. Politievoorlichter Rachel Deekman zegt dat deze zaak in verband wordt gebracht met het eerste geval waarbij er een lijk van een man in een vat was gevonden. Ik kan verder vermelden dat het vat, welke dus is aangetroffen gisteren met het levenloze lichaam, zo goed als identiek is aan het vorige vat, welke dus ook is aangetroffen in de periode rond of kort na 25 december. Het levenloze lichaam, welke we hebben gevonden in het vat van gisteren, de voeten van het lichaam waren dus gebonden en ja, wij hebben op basis daarvan kunnen stellen of de politie van de unit kapitale delicten kan op basis daarvan een verband leggen. Als ik zeg op basis daarvan, dan bedoel ik alle waarnemingen die zij hebben vastgelegd, leggen ze dus een verband met het vorige geval. Deekman zegt dat de identiteit van deze man nog niet bekend is. Er zijn wel vermoedens, maar de afdeling kapitale delicten zal de zaak verder onderzoeken. Het beste is om de politie van kapitale delicten de ruimte te geven om zoveel mogelijk de vermoedens uit te werken en die dus prijs te geven. Maar tot nu lijkt het me handig om ze de ruimte te geven om dat voor ons verder te onderzoeken. En dat was dus politie-inspecteur Rachel Deekman. De handen en voeten van het ontzielde lichaam waren gekneveld en het lijk bevond zich in verre staat van ontbinding. Het gezicht en andere lichaamsdelen waren behoorlijk aangetast.